Zo, jongens, daar wou we hier met een nieuwe podcast weer wel Yo! Hartstikke mooie drama zien. Uh, we gaan gewoon weer vandaan en we kijken wat hoe goed komt. We hebben wel een vast onderwerp en dat onderwerp vandaag is: wat heeft dat nou nou voor nut? Plakken dat is een van de grootste bezwaren wat heel veel leu hebben die het wakker maar het niet doet. Je zegt: Ja, maar wat hekt er nou nog? Nou hoe kun je dat verdaan, uh, dat gevoel? Nou, het kunt erop dalen dat leu heel lang is verdeeld of dat je het idee hebt dat haar plat alleen voor haar enge dorp uh, bedoeld is. En natuurlijk, het klinkt, uw plat klinkt alleen hetzelfde in uw enge dorp. Dat is ook zo, maar dat is mijn accent. Dat wil niet zeggen dat je het dorp nu zo niet kan verstaan. En in. Nou, die hebben weer haar eigen accent. Maar dat wil niet zeggen dat je elkaar niet verstaan. Dat je niet in je ene plaat met een andere dorp zaken kan doen. Dus ik, dat heet daar zaken doen. Want onze, onze spraak is eigenlijk een handelsspraak. En dat gaat heel veel terug. Dat gaat denk ik wat terug tot 1300. Misschien nog wel eerder. Uh, in, de, in 1300 begon zo'n beetje uh, het Hanseverbond. En alle stenen die bij uh, de Hanze van andere sluiten, die gaan allemaal contact met elkaar in, nou ja, middelplaat, te zeggen, wie kan je het rechtervoort modern plat? Uh, klinkt heel gek als ik dat zo maar wie kan je het modern plat? Uh, een aantal jaar daarvoor was het middelplat. En, nou, hij nog verder teruggeruild, daar kom je uit bij het Old saxisch Ja, middelplaat dus. En dat heeft heel veel invloeden gehad op onder andere de Scandinavische gesproken. En, Zo'n beetje 50 tot 60 procent, misschien wel 70 procent van het Deens, Noors en Zweeds heeft, nou, Saxische woorden, uh, platte woorden eigenlijk. En eigenlijk hele simpele woorden, gewoon dagelijkse basiswoorden. Je ziet eigenlijk al, ik kan niet helemaal zeggen hetzelfde, maar uh, in ieder geval groot verstaanbaar. En heel veel leuk, als die een keer in Zweden of Noorwegen ziet, dan uh, kom ze ook terug met verhalen... ...dat ze het eigenlijk... ...ja, met een beetje muiten wakker lezen... ...en nou, ook wat begrijpen. Nou, hoe kun je dat nou? Omdat je plaat kunt... ...en omdat u ja, aanspraken... ...zoals we willen... ...invloed van het plaat even hard Nou... ...dus... ...dat heb je weer een nuttig ding... ...het kan u helpen... ...om in, uh, in Noorwegen... In Zweden... ...en in Scandinavië... ...aan de bak te komen... ...om daar gewoon te leunen ...en rond te komen... ...en... ...ja... ...gewoon met uw dagelijkse zaken bezig te zijn... Dus je kunt er gewoon geld mee verdienen. En dat werd wat heel vaak in verteld. Ik verneem het zelf ook, ik zie tekstkriegen van beroep. Uh, heb ik geld met plat verdiend? Ja, ik heb als vuurbedrieuw een stuk in plat geschreven. Gewoon omdat ze vindt dat er sprake van eure klanten is. Nou, heb ze gelik al. Is vaak ook zo. Uh, en het, het, het nut van plat is: het, uh, het heeft altijd een beetje gevoel over zich. Nou, dat je onder elkaar ziet, zeg maar. Dat, dat verbroedert. Dat, uh, dat doet de duurlust. Dat is zelfs een van de dingen wat uh, de politie van Oldenburg in, uh, in Noord-Duitsland ook zei. Um, daar gaat uh, de, 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 ja, de agenten, zeg maar, de, de, de boetenlopers, zeg maar de mensen die boeten op straat lopen, het blauw op straat, die kringt cursus plat. Want plat de het lus. Ik heb dat zelf vernomen ik was bij de muziekvereniging en dan moest ik met pepermunt Munt langs duur Ik heb dat geprobeerd. Nou, je moet je nou voorstellen, je hebt een, een deurze met... En, uh, meerdere kleine deursjes erin. en die kleine deursjes die meer verkoopt, maar om het allemaal gemakkelijk met te slippen zit allemaal in de grote deurzen. Nou, ik heb eerst geprobeerd om een zo'n zo grote deurzen lucht te verkopen, in het Hollands en in het Plat. Nou, en ik kan u vertellen, ik was er gauw van de deurzen of in e het Plat als in het Hollands. Dat ligt er natuurlijk al hoe je ziet, maar als uh, je gewoon kijkt naar het van de naar de Poolse Grenzen, kun je het, wat is gesproken, is dat nou een behoorlijk gebied, elk zorg ervoor dat Nederland er wat rekening past. En dat weet heel veel, Leunie. Dus het is niet alleen voor je enge dorp of uw enge je enge stadje hoe je woont, maar uh, probeer het eens. Ga er eens een keer met Naboet nee? Ga er eens een keer met de straat op. Uh, probeer eens dus andere leu te spreken in, uh, of in hoe plat. En dan zou je zien dat het meteen gaat over wie denkt dit en wie zingt dat. Maar dat is ook een bepaalde wijze om af te stemmen, nou, een begrip te bevatten eigenlijk. En zo kan je met elkaar uh, plaatsen gewoon gebroken. Dus ja, heeft die, heeft die sprake nut? Tuurlijk heeft het nut. Net als dat iedere andere sprake gewoon nut heeft. Het kan hem ook helpen, dus, wat ik dus zei, um, nou, uh, vooraan de grote kring in Scandinavische spraken, Maar het, het is ook verwaard het Engels. Het kan hem ook helpen Engels te leren. Hij kijk naar bepaalde, bepaalde woorden, simpele woorden, boek. Knee, uh, deer, beer, beer, zelfs nog. Dat verschil tussen beer en beer. Dat zit er uh, in het plat ook in, in het Engels ook. En het plat heeft gewoon een aantal klanken en bepaalde wijzen van klanken verleng, en klanken aan plakken en oetstrikken. En, nou, dat, dat zit ook in het Engels. En dat zit niet in het Hollands en dat zit ook niet in het Duits, maar dat zit wel in het plat. En het kan ook dus helpen om een beter Engels te kunnen en te lezen en te verstaan. Dus daar ja weer een vuurdeel van het plaat. Daarnaast uh, helpt het gewoon, is het gewoon hartstikke gezond vuur. Uh, de hartstens een meerdere spraak of dialecten te kennen. Dat is uh, honderd keer al uh, aanwezig, aangetoond met verschillende onderzoeken. Dus, leuk, hij was weer bereikt naar mijn een simpel zaad. Ja, heeft het nut? Zeker, uh, het kan ook dus helpen. In Scandinavië, het kan u helpen bij biedt Engels leren, het kan u helpen zaken te doen, want het, uh, het maakt duur een lus. Oh, nog een, uh, in de zorg, als je in de zorg werkt, dan kan het u helpen met een patiënt of cliënt, hoe het nu weet. Nou, stelt je hebt iemand die zo de meid is uit een stoeptegel, nou, dat is krank en tegen de hart, dat is verveeld. Ga je hem dan niet Hollands, hoor Hollands, vertel hem dat er stil in me of of weet ik wat. Nee, dan neem je hem met, bied handen in plaats en dan zeg je van: Allo, mijn vader, kom maar zo met. En dan zou je daar dat spreekt die lui wel meer aan, of dat, dat spreekt een gevoel aan, zeg maar. Als je met deze spraken ziet opgeruimd, nou, dan is het toch logisch dat deze spraken de spraken van een gevoel is. Het is eigenlijk zo simpel als het kan. En elk van een gekke dat we daar eerst 100 euro's aan onderzoekskosten aan mijn gooien. Volgens mij zult het er wel weer zo'n beetje duur vinden. Ik ga over dan. Ik hoop dat het mooi vindt. Weet mooi door dat je een duimpje of like of hoe dan ook. Uh, weet je nu een keer nog eens een keer weerlusten. Uh, terwijl je uh, aan het sporten of hoe dan ook. Laat gewoon uh, Download it. De downloadlink staat uh, in de beschrijving op YouTube. Of als je dit op Soundcloud komt. Nou dan kan je gewoon op de downloadknop drukken. Uh, klikken. Wat dan ook meer. Uh, hey ideeën. door ons een bericht. Uh, aanmerkingen, vragen, opmerkingen. Uh, Stuur het naar gmail.com. Zullen we nog even in beeld brengen? Of zullen we er wat aan Kan je het zien? Uh, Weltspraken. W-E-A-R-L-D-S-P-R-O-A-K-E. -E. At gmail.com. the Landtukken. Ajoe.